Ik zit zo door mijn aantekeningen te lezen en dan valt me op dat ze in 1988 maakten ze natuurlijk niet alleen maar themaprogramma's, maar ook wel eens kortere programma's, hè, van dingen die gebeurd waren in de gemeente Meel of die stonden te gebeuren. Nou, een aantal van die korte programma's en daar dan weer een kort stukje uit heb ik voor u achter elkaar op een bandje gezet en daar gaan we even naar kijken. In het Hollandse landschap is dit een vertrouwd beeld. Koeien grazend in een weiland. Onze aandacht gaat echter meer uit naar deze viervoeter, het paard. Van nature is het paard een dier dat zich moeilijk onderwerpt. Instinctief zal het eerder op de vlucht slaan. Het is het oeroude verlangen naar vrijheid en ongebondenheid. Vroeger liep het voor een eg, ploeg of postkoets. Tegenwoordig wordt het paard meer en meer gebruikt in de sport. Het leek ons een goed idee met het kleinste paard te beginnen, de pony. Bij de ponyclub De Millies zijn wekelijks 11 kinderen met hun eigen pony druk in de weer. Niet alleen het rijden, maar ook de verzorging ervan. Waar ben je mee bezig? Met poetsen. Met poetsen? Ja. Nou, dat doet mijn moeder thuis ook, maar waarvoor is het nodig? Om voor een pony mooi te laten worden en schoon. Mooi te laten worden en schoon. Dan krijg je daar soms extra punten voor? Ja. Soms wel? Als je het goed doet. Ja, maar je moet het natuurlijk goed doen, hè? Want anders kun je namelijk die punten niet verdienen, dacht ik. Voor al die mensen die nog niet weten wat ze in de komende vakantie gaan doen, laten we u in de komende minuten enkele toeristische tips uit onze gemeente zien. Wie weet heeft u er wat aan? Ik sta hier bij de bekendste en meest bezochte plaats van de gemeente, gelegen tussen de Langeboomseweg en de Graafseweg, namelijk De Kuilen. De Kuilen is een geliefd oord voor surfers, zon- en wateraanbidders. Met zonnig weer komen ze dan ook van heinde en verre hier naartoe. In de wijde omtrek staat het bekend als een geliefd watersportoord. Voor de mensen die niet zo van drukte houden, is er in onze gemeente nog voldoende natuur schoon waarvan u in alle rust kunt genieten. Bij de plaatselijke VVV en Natuur- en Milieuvereniging kunt u terecht voor diverse beschrijvingen van fiets- en wandelroutes die u langs deze mooie plekjes voeren.
Het boekje Stap op en stap af van de Natuur- en Milieuvereniging geeft behalve een viertal routebeschrijvingen nog extra informatie van de bezienswaardigheden die u onderweg tegenkomt, zodat u als het ware met uw eigen gids op stap kunt. Is het weer niet zo mooi en wilt u er toch op uit, dan is het beslist de moeite waard om een bezoek te brengen aan de molens in onze gemeente, de Heimolen en de Korenbloem. De Heimolen is iedere zaterdagmorgen geopend. De Korenbloem is speciaal voor de kijkers van de lokale omroep de eerste twee zaterdagen van de bouwvakvakantie geopend. Verder kunt u altijd zelf nog telefonisch een afspraak maken. Ook kunnen wij u aanraden om een bezoek te brengen aan een klompenmaker die op kunstige wijze van een blok hout een klomp weet te maken. De klompenmaker kan u het hele proces laten zien en zelfs... Dit was dus een beetje een overzicht van 1988. Wacht, ik zet even een bandje uit, anders moet ik zo hard roepen. Zo. Overzicht van 1988. Nou, ik begrijp natuurlijk wel dat het niet altijd niet helemaal compleet kan zijn. We hebben ook zoveel materiaal liggen. En je moet een keuze maken. 1988, beginjaar van de lokale omroep Mel, ook het beginjaar van de afdeling TV. Voor nu hou ik ermee op.